Hé hey lieve allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken. Vandaag ga ik een boek voorlezen en dat heet Kaatje en haar oma. En misschien missen jullie je eigen oma wel een beetje. Dus dan kun je vandaag lekker eens naar dit boekje luisteren. Hallo. Ik ben Kaatje en vandaag ben ik bij mijn oma. Ik vind haar heel lief. De hele dag heeft ze tijd voor mij. We gaan samen leuke dingen doen. Opa leest de krant in zijn luie stoel. Oma fluistert: "Zeg, Kaatje, zullen we opa eens verrassen? Laten we samen pannenkoeken bakken." "Oh ja, oma, wat een goed idee. Als we pannenkoeken willen bakken, moeten we wel eerst van alles gaan kopen. Ik draag de boodschappentas voor oma." In de winkel mag ik met het karretje rijden. We kopen melk, eieren, bloem en boter. Zo, nu hebben we alles voor de pannenkoeken. En we kopen ook nog een lekkere fles appelsap. Thuis haal ik de boodschappen uit de tas. Ik ben heel voorzichtig met het doosje met de eieren. We zetten alles klaar op het aanrecht. Zo, klaar om het deeg te maken. Eerst doen we een schort voor. Ik mag in de kom roeren. Oma heeft snel enkele pannenkoeken klaar. De eerste is voor mij. Oma smeert er aardbeienjam op. Hé, hey, wat ruikt er hier zo lekker? Opa komt lachend de keuken in en zegt... Joepie, pannenkoeken! Na het eten ruimen we de tafel af. Het sopje voor de afwas mag ik maken. Spetter, spetter, spat! Wat een boel schuim! Oma was de borden af en opa droogt ze af. Kijk nu maar eens in de kast, zegt oma. Zie je die doos daar, Kaatje? Pak die maar. Er zit van alles in. Nieuwsgierig haal ik de doos uit de kast. Oma en ik gaan aan tafel zitten. In de doos zitten parels en draad. Oma en ik gaan samen een ketting maken. Snel pak ik de eerste parel. Oma knoopt het draadje dicht. Dan doe ik de halsketting om. Oma laat me in een spiegeltje kijken. Oh, wat mooi, roep ik uit. Vannacht mag ik blijven logeren. Ik doe mijn nachtjapon aan. Oma leest me nog een verhaaltje voor. Wat ben ik graag bij mijn lieve oma. Wat een leuk verhaaltje over een oma. Ik hoop dat jullie alweer heel snel je oma mogen zien. En anders stuur haar gewoon een kaartje of bel haar nog eens extra vaak. En toen kwam er een oma olifant met een hele grote snuit. En die blies het verhaaltje zo uit. Gezellig dat jullie weer keken en tot de volgende keer.